hartstikke leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. En vandaag is een speciale vlog, want ik ga vandaag mee met Jan Willem en Mike van de politie Almere Buiten. Gewapend met een camera leg ik de hele dag vast wat we tegenkomen. We zitten in de noodhulp en dat wordt altijd spannend en sensatie. Het is heel erg mistig buiten, dus ik ben bang dat het wat ongelukjes gaat opleveren. Maar dat gaan we meemaken. Nou, Jan Willem en Michael die zijn er inmiddels. We zitten nog in de auto nog even iets op te nemen voor de vlog van Jan Willem. En dan gaan wij zo van start. Ik heb er zin in. En we gaan vandaag Lex een dagje meenemen en we hebben nog een verrassing voor hem. En dat doen we eigenlijk om te bedanken voor alles wat hij afgelopen jaren voor ons gedaan heeft. Of niet, Mike? Ja. Nou ja, je moet toch iemand een beetje bedanken voor de dingen die hij doet. Zeker. En we gaan kijken wat hij ervan vindt. Ik weet daar dus helemaal niks vanaf. Goedemorgen. Ben je er klaar voor? Middag. Hij staat nog in het donker. Ja, het is mistig, hè? Ja, het is heel mistig. Zo. En ook als ze binnen in huis zijn, weet ik niks van die verrassing. Ik vertel nog even wat ik gemaakt heb en heb klaargezet voor de live questions and answers die we 's avonds live zouden gaan doen op de Facebook. En we maken nog een stukje video voor de vlog van Jan Willem. Ik ben benieuwd wat we gaan beleven. Yes. Let's go. En dan gaan we met deze wagen op pad. Op naar de eerste melding. Tenminste, dat denk ik. Maar Michael moet eerst nog wat ophalen op het IBT-centrum. En toen kwam de aap uit de mouw. Alleen dat stukje is dan weer net niet gefilmd. Ik mag ervaren hoe het is om een agent te zijn. Dus wat gaan we doen? De longen uit mijn lijf rennen. De longen uit je lijf rennen, want je gaat wat doen? Ja, ik ga de test doen, de test der testen. Eens kijken of ik dat ga halen. Ja. Ja, ik moest maar aan mijn conditie gaan werken. Ja, bij deze. Ja, 2017 ja. Wordt het dan. Nou, succes hè. Dankjewel. Hij is gewoon een volledig IBT-dag. De test bestaat uit totaal 5 rondes, 3 lange en 2 korte. In april ben ik 35. 3 minuten 19. Maar ja, goed, voor iemand met een conditie van een dode visstick en die net gestopt is met roken, ben ik best trots dat ik het zo ver heb gekomen. Dat ik hem überhaupt heb uitgelopen. Het volgende onderdeel van de verrassing is dat ik een paar casussen ga naspelen met een acteur. Ik ben benieuwd. Meneer, wilt u verstoppen? Ik ga maar even er doorheen. Zo'n brand zoals u kunt zien. Ja. Maar ik woon hier bijna. Nou, dat snap ik, maar we zijn er bezig. Ja. We weten nog niet of het kan uit. Dat begrijp ik wel, ja. Maar het is heel. Ik zie daar nog makkelijk bij. Gaan we eventjes niet doen. Als u nou heel even wacht, dan kan je het zelf erbij. Omdat ik niet wil dat u er doorgaat. Ja, ik kan toch hier makkelijk even langs. Moet kijken, ik ben niemand op vast. Die brand is helemaal daar. We weten niet of het kan. En je collega roept je al hier over. Ja, ik ben nu juist met u bezig. Ik wil niet dat u er langs gaat. Oh, ja. Nou, je moet wel op mijn fiets afblijven. U raadt tegen mij, ja. Waarvoor is je streep hier? Mag ik daar niet voorbij of zo? Het is gewoon hier zo en niet verder. Ja. Ik wil even dat u gewoon hier blijft. Laten we daar niet vervelend gaan lopen. Okay. Ik ga wel even een hoofdje. Ik wil er wel even. Oké. Ging het? Ja, volgens mij wel oké, hè? Ik heb geen blauwe plekken overgehouden. Meneer. Er zijn mensen die hebben last van u en het kan niet de bedoeling zijn dat u hier gaat slapen. Heeft u een slaapplaats ergens? Wat zegt u? Allemaal wat? En dat ik nog wat enige medische kennis mis, wordt ook pijnlijk duidelijk. En nu is dat dicht bij ons vaat, hè? Dan ruik je ineens de lucht een beetje van aceton. Als je acetonlucht. Dat is ook niet best. Zegt het iets? Wat zit er weer? Aceton, dan maak je nagellak. Maar zou je dat voor gebruiken? Of zou er misschien een situatie kunnen zijn dat iemand die geur produceert? Ja, zo goed is mijn natuurkunde niet geweest, want biologie niet geweest. Ja. Meneer, gaat alles goed met u?
Heeft u iets gebruikt? Hoe bevalt het? Ja, het is even schakelen, dat had ik niet verwacht. Maar ik vind het ontzettend tof, ja. Echt, absoluut. Nou, goed om te horen. Ja, ik begin eindelijk weer een beetje bij te komen. Maar super tof. Van, maar bijkomen van wat dan? Ja, van die testen, het rennen. Hè. Ik met mijn conditie van 0,0. Hij zat net iets over de tijd, hoorde ik dus. Ja, ik begon ook iets lager, hè. Ik begon al met tellen en toen... Oh ja, wacht, ik begin er nu al. Nee, dus, maar het zit in de buurt. Dat is een goed teken. Ja, precies. Er wordt enorm geklaagd dat er in dit voetgangersgebied gefietst wordt. En iedereen moet een bekeuring krijgen. Dat is mijn opdracht. Heel snel die kant op. Ik kom net bij de apotheek vandaan. Ja. En ik woon hier. Kijk, daar woon ik, bij die groene gevel. Ja. En daar is ook mijn vriendin, die staat nu op. Die heeft insuline nodig. Ja. Heb ik net gehaald bij de apotheek. Okay. Want ze werkt niet goed. Ik ben nu het fietsen en ik moet nu gewoon... Ik moet nu gewoon... Luister eens even. Ik ga gewoon mijn vriendin helpen daar. Is dat een meegehouden of zo? Ja, ik ga zo beneden. Gebeurt er nog wat? Ja, dit is jouw schuld. Je moet me er langs laten, man. Ik kan er langs laten. Ik ben er bijna. Loop dan even met me mee. Hey, loop dan even. Godverdorie. Meneer, hier komen. Maar ja, ga ik daar nou ook goed mee om? Leermomentje, Lex. Wat heb je voor melding, Lex? Een persoon bij het spoor die wellicht wil springen. Oké. Okay. Gaat alles goed met u? Nou ja, dat weet ik niet. Ik krijg allemaal ongeruste meldingen. Meneer? Nee, maar er maken zich toch wel mensen zorgen. En ik ben erg benieuwd hoe het met u gaat. Of alles oké is. Oké, dat is helemaal niet oké. Wat is er aan de hand, meneer? Nee, ik wil even weten wat er met u aan de hand is. En het liefst wil ik eigenlijk dat u hier van het perron af gaat. Jij moet gewoon opstaan. Meneer, wilt u even normaal gaan doen? Zie ik nou op, jij? Wat heeft u in uw handen, meneer? Mag ik uw handen even zien? Ja, ik ga wegwezen. Meneer, ik ga het nog een keer vragen. Vlieg ik nou maar op naar huis, als het nog kan? Meneer, wilt u even normaal tegen me praten? Kan ik u helpen misschien? Alsjeblieft niet meer, jongen. Ik zou nu eventjes collega's oproepen ook, om even te vragen of ze te kunnen helpen. Ja, we zijn onderweg. We staan op een minuut afstand. Oké. Okay. Meneer, wilt u met me meekomen? Van het perron af? Ik zei toch flikker op? Ik ga het niet nog een keer. Gaat u nu met me mee? Je moet gewoon opflikkeren, zei je toch? Kom mee. Die casus naspelen is best wel confronterend, helemaal als je terugkijkt. Ik vond het ook zeer leerzaam en je begint ook wel te begrijpen waarom agenten soms reageren zoals ze reageren. Het gevaar schuilt gewoon immers in een klein hoekje. Zoals die man met het mes, ja, je kan er 10 meter vanaf staan, je bent altijd te laat als je in een sprint is. Je wapen trekken, dat lukte bij mij niet eens, want ik wist even niet hoe ik hem uit mijn holster moest halen. Maar probeer maar te schieten en dan kreeg ik de vraag, ja, waar zou je schieten? Als je dan gaat denken van ja, als ik zou moeten schieten, het gaat wel om mijn mensenleven. En dat is toch best bizar. En ik zat zelf te twijfelen, ja, ik probeer hem in zijn benen te schieten. Maar als je in zo'n situatie komt dat iemand op je afrent, dan ja, moet je schieten waar je schieten kan. Ja, en dat word je dan wel bewust als je zo'n casus naspeelt. Dan is dit nog nep. Maar het gebeurt dus ook in het echt. En dan het volgende onderdeel. Je zit in een auto en die wordt beschoten. Hoe ga je eruit? Hoe handel je? Pak je eerst je vuurwapen of ga je er eerst uitklimmen? Fantastisch dit. Ja, lekker Lex? Ja. Ja, zo. Zo ongeveer. Ah, leuk. Een casus met z'n tweeën. Ja, alleen Michael die speelt dus dat hij dood is. Dat wist ik dus even niet. Ja, bijna niet meer. Kom eruit. Je wordt beschoten. En als einde van deze verrassing mag ik schieten op de schietbaan. Hoe vet is dat? Zodra je daar aan vastpakt, gaat die vinger niet meer naar de trekker. Okay. Dus pas naar de trekker als je een schot kan lossen. Dus wij noemen het altijd hooglans slijp. Oké, okay, wapen is nu scherp. Ja. He? Rechterhand erbij. Vinger hoog langs de sleden. Goed hoog opsluiten. Tweede hand erbij. Ja. Dan ga je richten. Ga je richting het bos van die pop richten. En dan haal je rustig de trekker over. Nou, die doet het niet meer. Nee, die doet het zeker niet meer. Wat vind je ervan? Nou, wel redelijk bij elkaar. Ja, toch?
Ja, nee, dat is echt... ja, nice. Wat denk je het meest dat is voor een agent? Situatie inschatten, dat is wel moeilijk. En dan daarop anticiperen hoe snel zoiets kan gaan. Het blijft wel moeilijk, ja. Voor de rest... voor een ongeoefende persoon vond ik die sporttest nog best wel oké gaan. Maar ik was wel kapot. Cool leren. Ja, ja. Mag je nou weer echt in de auto zitten? Ja, dat schieten was fantastisch, ja. Mooi. Super bedankt. Ik heb echt een onwijs gave dag gehad. Michael, Jan-Willem en het team van Politie Almere Buitenhout en natuurlijk de mannen van het IBT-centrum. Super bedankt voor deze ervaring. En jullie? Jullie bedankt voor het kijken. Doe allemaal een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, want dat zou ik echt super tof vinden. En wil je de vlog zien van Jan-Willem van deze dag? Dat kan. Klik dan even hier zo.